Ik ben Esther Mirjam Cent. Ik was voorzitter van onze verkiezingsprogrammacommissie. Ik ben lid van de Eerste Kamer namens onze mooie partij. En ik ben hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit. En ik had laatst een gesprek met mijn zoontje. Twee kinderen, dochter van 16, zoontje van 14. En het ging erover hoe ziet de wereld er in 2040 uit? U heeft dat soort gesprekken misschien ook wel eens met hun kinderen. En zijn antwoord kwam heel snel. Oh, dan is de aarde al lang vergaan. Nou ja, mijn eerste reactie was schrik. En mijn tweede reactie was, dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Zeker, de uitdagingen zijn groot. En daarom wil ik jullie voorzitter zijn. Om als Partij van de Arbeid een krachtig antwoord te geven om de uitdagingen aan te gaan. Want een betere, eerlijke, socialere, duurzame wereld kan niet zonder een sterke Partij van de Arbeid. Met duizenden leden heb ik het verkiezingsprogramma mogen schrijven. Het meest linkse sinds tijden. Ik heb laten zien, ik heb zelf kunnen zien, hoe als leden kunnen meepraten, meedoen en meetellen, je een krachtig geluid kunt laten horen. En ik wil als voorzitter samen met jullie het linkse vuur aanwakkeren. Ik wil met jullie bewijzen dat mijn zoontje ongelijk heeft. Want samen kunnen we een betere wereld dichterbij brengen. Onze leden hebben massaal gesproken. De opkomst van de ledenraadpleging was 23,7%. Ze zit daarmee ruim boven het benodigde percentage voor een rechtsgeldige uitslag van de ledenraadpleging. En door het systeem van alternative vote is de nieuwe partijvoorzitter in de beslissende ronde naar voren gekomen met 52,3% van de stemmen. Oh, mooi. En dan wil ik met heel veel trots aankondigen de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, Esther Mirjam Cent. Ja! En ook een beetje emotioneel mens. Ik wil de organisatie bedanken. Geweldige campagne en wat was het allemaal goed georganiseerd. Ik wil de medekandidaten bedanken. We hebben geweldige debatten gehad. Ik heb ontzettend veel van de kandidaten geleerd. En ik hoop dat we met z'n achten ons blijven inzetten voor de partij.